Oh, geweldige lengte. Super voorhand, Jelena Doki. Geen enkele aarzeling bij deze kleisters. Deze hoge voorhand, zo diep en zo snel. De eerste service game van Dokic. Nou, wordt heel goed gedennist hoor. Spijtig voor Dokic en Kim Kleisters. De slag die ze als geen ander beheerst. Nog een keer. Goed gezien. 15. Die pakt ze ook nog even mee. Ja, knap gedaan hoor, Kim Kleisters. Zo handig. En nog een keer. Nou. Ja, mooiste rally. Applaus van de Kleisters. Koos net de verkeerde kant, Kleisters. Kon zelfs Kleisters niet bijbenen. En nu kiest ze goed. Ja, fantastisch. Zo snel ruimte gemaakt. En dan die precisie. Deze verdediging.
Kleisters. Ja, knap werk hoor. Nog geweldig. Een wisseling van richting onder druk door Kleisters. Eerst nog even deze bijna klassieke Kleisters voorhand. Alsof het geen enkele moeite kost. Is dat nog zelfs net? Nou, nu dan. Fantastisch hoor. Dokic staat ze echt heel. Bijna vlakke slagen. Dubbele fouten. Heeft Dokic niet verdiend. Deze eerste set. 6-2 voor de Belgische nummer 3 ter wereld. Kijken we even naar de samenvatting. Breekkansen. Heeft toch Kleisters 9 breekkansen gehad. Dat zegt Dokic nadenkend. Bleef nu heel goed kijken naar de tegenstandster. 1-0 Kleisters. Het lichaam is zo perfect in balans van Kleisters. Rolt er nu overheen bijna. 15. Het publiek zag die bal uit. Een beetje om moedeloos te worden hoor, voor deze Dokic. Hij staat echt zo goed te tennissen. Doet helemaal niks fout. En wordt dan nog keer op keer overtroefd. Zo, dank u wel. 3-0 Kleisters. Tweede set. Ja, dan wil ze te veel. Als dat Kleisters ook nog bij zo'n smash zal komen.
leidt tot die misser. Kleisters nog even in de volle sprint. Compleet Belgisch-Amerikaans gebeuren. Innen tegen Chandler Rubin. Nou, Dokic moet proberen toch de eer te redden. Twee netballen in deze ene game, deze onhaalbaar. Gelukkig maar, Dokic laat nog een keer zien hoe goed ze kan tennissen. Tegen dit soort versnellingen is Dokic niet opgewassen. En dat is de wedstrijd voor Kim Kleisters. En dan ligt er die hele dikke uitslag. 6-2 en 6-0. Partij toch op heel goed niveau. Werd hard gevochten in de rallies. En Kleisters op de beslissende momenten de sterkste. Maar de uitslag doet geen recht aan de kwaliteit van deze partij. Kleisters door hier naar de halve finale in de Nasdaq Open in Miami ten koste van Jelena Dokic.